Hij is sportwethouder van Nijmegen, maar Jean-Paul Broeren deed eigenlijk nooit aan hardlopen. Tot hij werd uitgedaagd om mee te doen aan de Zevenheuvelennacht. En dus is de wethouder nu serieus in training. In het bos van Heumensoord start wethouder Broeren met zijn training. Hij begon vlak voor de Vierdaagse, maar aanvankelijk zag hij het helemaal niet zitten. Last van mijn knie. Dus de volgende dag werd ik gebeld door een fysiotherapeut. Door Peter Emers in Nijmegen, die ook Sivan Hassan onder andere heeft. Dus dat zegt natuurlijk genoeg, hè, de kwaliteit. Dus dan kon ik die week al terecht en die keek naar mijn knie. En er was maar één conclusie. Hij zei, je wordt gewoon oud. Maar de 55-jarige wethouder liet zich niet kisten en begon aan zijn voorbereiding. Ik kon nog geen 200 meter bewijzen van echt hardlopen. Ik heb 6 weken dan echt intensieve training gehad van Peter Emers. En dat was echt 6 keer in de week. Hè. 3 keer dat ik ging hardlopen, 2 keer core stability. Hè, om de buikspieren en alles een beetje stevig te krijgen. En 1 keer in de week uitfietsen. Dus van 0 keer sporten ging ik naar 6 keer sporten. Dus en dat was echt wel enorm zwaar. En door al die schema's die ik heb gekregen, heb ik het nu opgebouwd. Nou, die 7 kilometer dat ik die wel in de benen heb. En Broeren heeft de smaak nu echt te pakken. Hij ambieert meer dan de 7 kilometer van de Zevenheuvelennacht. Volgend jaar is het tevens lopen in Nijmegen. Die is 10 kilometer, die wil ik gaan lopen. En dan wil ik volgend jaar eigenlijk voor de grote stevensloop de 15 kilometer gaan. Leuk natuurlijk voor de wethouder. Maar er zijn tijdens de Zevenheuvelenloop ook deelnemers die echt een goed verhaal hebben. Eén daarvan is Bas van Loon. Met maar liefst 80 deelnemers zullen ze zondagmiddag namelijk aan de start verschijnen voor het goede doel. En dat doel is de ziekte van Huntington. Ik loop dus een 10-tal fietsers, die gaan van Asten Nobis, waar we op kunnen stappen, dus fietsen naar Nijmegen. En we nemen nog zo'n 25 supporters mee. En op locatie zelf, Zaalkoenewoud, Kusbeekseweg, waar onze hoofdlocatie zit op kilometer 1. Voor het derde jaar zullen nog zo'n pak een beetje 20 tot 50 mensen ons komen bezoeken uit Nederland, zeg maar. Nou, op de eerste plaats zichtbaar zijn met de grote groep. We hebben allemaal herkenbare shirts aan. Dat zijn zwarte shirts met echte kenmerken onderdrukt. De cirkel van Samen Sterk tegen Huntington. Nederlands aan de voorkant, de achterkant. Together Strong Against Huntington. Ook internationaal willen we daar rugbaarheid aan geven. Dus zichtbaarheid, bekendheid is 2. Hè. Dus we willen ook echt, net zoals andere ziektes, helaas dat die er zijn, ook in de rij komen met ALS, Parkinson, ook KWF. Op die manier. En natuurlijk ook omdat campagne Team Huntington, ziekte van Huntington, volledig gebaseerd is op vrijwilligheid, willen we ook donaties verzamelen. Om het wetenschappelijk onderzoek op dit moment loopt in de verschillende ziekenhuizen om dat te financieren.